Story Nations. Het is namelijk zo dat de poortwachter, die had de gewoonte om de poort af te sluiten met een veiligheidspin. Maar het was in 1636 op een gegeven moment zo dat die veiligheidspin zoek was. En hij wist dan niet beter dan de grendel af te kaleren met een wortel die hij vond in de nabijgelegen groentetuin. En het is vanaf dan dat de inwoners van de Kempische Poort pootstekers ofwel wortelstekers genoemd worden. Nu nog altijd.